Vijf jaar geleden heeft Jeroen Pauw gesprekken gevoerd met spraakmakende bekende Nederlanders. Nu is het moment aangebroken de mensen terug te vragen. Maandag ontvangt hij Marco Borsato. Er was de afgelopen 20 jaar relatief weinig kritiek op me geweest, vind ik zelf. Ja, en toen was ik aan de beurt en dan krijg je ook onderuit de pan. Er stond een Borsato branden. En ik dacht, ik ken dat bedrijf helemaal niet. Dat adres heb ik nooit, maar dat stond er alsof ik met Leontine met een jerrycan die kant op was gegaan. Vijf jaar later met Marco Borsato, maandag op Nederland 1.